wil allereerst mijn complimenten maken voor het feit dat Arends Leeuwarden er vandaag opnieuw een wedstrijd van heeft weten te maken. Ik koop je niks voor, maar ik wil het toch gezegd hebben. Ja, dankjewel. Dan wil ik graag beginnen met... Daarom kwam ik ook een beetje vlug. Het is vandaag moederdag, dus ik wil hierbij eventjes mijn moeder bedanken voor alles wat zij voor mij heeft gedaan. Dat gezegd hebbende... net niet volwassen genoeg in die eindfase elke keer. Komen we gewoon ervaring tekort en de enige manier om dat op te doen is zulke wedstrijden te spelen. Dus ditmaal verslagen. Ja, had je niet in de reguliere speeltijd, je stond in het laatste kwart op 3 persoonlijke fouten. Had je niet voor kunnen kiezen om een 4e persoonlijke fout te maken? Ja, daar kijk je wel naar op zulke momenten. Maar je denkt controle te hebben natuurlijk, omdat je nog een klein beetje de lead hebt. Dus laat hun maar. Heeft ons uiteindelijk niet heel veel zeer gedaan, dus ja, nee. Maakt dan niet uit. Nee. Laten we even over de hele wedstrijd beginnen. Hoe pak je zo'n wedstrijd aan? Want het is natuurlijk een hele andere situatie. Leiden kan naar de finale gaan, je staat 2-0 achter. Nou ja, je bekijkt het per wedstrijd en heel pragmatisch. Je kijkt gewoon, wat ging in de vorige wedstrijd niet goed genoeg, wat moet er beter? Daar stop je tijd en moeite in. En zo probeer dat aan te pakken. Ik denk dat het grootste verschil gemaakt werd door Hammond en Collins deze wedstrijd. Die een heleboel hele moeilijke ballen erin hebben geschoten. Daar zetten wij denk ik in mijn beleving attractieve basketbal tegenover waar de bal beter rondgaat. Maar die kwaliteiten daar heb je wel mee te maken zeg maar. Dus hartstikke knap van die gasten. Ja. Ik begreep ook dat je maar 4 uur per nacht slaapt in deze serie. Ja, ik bij Leiden is, ik weet niet wat de situatie hier is, maar ik ben heel erg blij met mijn medecoach Klaas Stoppers, maar die heeft gewoon een fulltime baan. Dus ja, al het videowerk en dergelijke, dat moet je dan allemaal in je eentje zien te poetsen. Maar ik heb de mooiste baan ter wereld, dus daar zal ik nooit over klagen. Maar af en toe een uurtje slapen is ook wel lekker. Ja, precies. Je moet nu in de volgende ronde zo goed als zeker in de B-Next playoffs dan tegen Charleroi. Ja. Daar heb je natuurlijk al twee keer tegen gespeeld. Hoe schat je dat nu in? Want je hebt natuurlijk heel veel ervaring op gedaan door landsteden te verstaan en playoffs Leiden op de tenen te dwingen. Bij ons thuis waren wij verre van compleet. Hadden we te maken met een hoop blessures. Het was een one possession game, zeg maar, down the wire en binnen hun vanaf de vrije worplijn. Ja, ik denk dat het een goede series kan worden, mits we mentaal hier weer uit op kunnen klimmen. Nou doen we dat dit seizoen best goed, dus die verwachting heb ik wel. Maar het is best moeilijk om een halve finale, ben je zo dicht bij je doelen, om dan in een 16e of een 8e finale weer in te stromen, die competitie opzet. Ben je opeens weer 4-5 rondes verwijderd van je einddoel. Van de einddoelen, zeg maar. Dus dat is wel pittig. Ja. Maar we gaan het doen. Ja, en G van Jackson uitschakelen dan, hè? Want ja, was dat niet de rest dat tegen jullie dat hij 46 punten scoorde? Nee, dat was tegen Zwolle, maar die heb ik wel gescout. Okay. En, dat is een hele goede basketballer en ze hebben er nog een paar Kuta's ook spelen die je check moeilijk kan maken, wat voor ons een sterkhouder is. Dus ja, kan een leuke serie worden. Ja, want dan gaan jullie beginnen. Is dat ook volgend weekend, de 21ste, net zoals de finale? Zondag en dinsdag spelen wij. Ja, dus wij kunnen nu even 2 dagjes wat rustiger doen en dan de voorbereiding instarten. Ja. Ja, nou, je hebt alle kansen om nog een keer naar Leiden te komen dan, hè? Ja, dat is zeker. Hè. Lijkt me leuk. Leiden, felicitaties aan hun. Goed uitgespeeld, elke keer in de beslissende fases. De jongens die het moeten doen, die doen het dan ook. Dus hartstikke knap, verdiend door naar de volgende ronde. Even kijken wat er in de serie tussen Donar en Den Bosch gebeurt. En succes in de finale. Ja, nou ja, dank je. Die gaan we natuurlijk ook weer coveren. Dus we hebben in ieder geval thuisvoordeel. Dus we kunnen misschien wel 3 keer hier beelden uitzenden. Dus dan praten we gewoon weer verder. En dan zo ook weer alle andere wedstrijden in de B-Next Playoffs ook wel weer meenemen. Dus dank je wel. Ik zou zeggen, goede terugreis. Of ga je nog naar je moeder toe? Nee, die was hier vanavond. Dus die... Je heeft het al gezien. Nou ja, ik vier de rest van moederdag in de bus. Maar gaan we regelen. Maar het komt goed. Ja. Ik regel wel wat. Oké. Okay. Jo. Hey, dankjewel. Jo, was op. Lucas, welkom. We hebben je natuurlijk al eerder in het seizoen de stofzuiger van zorg en zekerheid Leiden basketbal genoemd.
En dat heb je vandaag gewoon weer gedaan. Mm-hmm. Ja. Je komt erin, je pakt een aanval aan de rebound, waaruit gescoord wordt. Je hebt weer een steal en opeens sta je ergens, krijg je de bal toegespeeld van iemand van Aris. En hup, we hebben weer een steal. Hoe komt dat allemaal zo? Ja, ik denk gewoon veel energie en een beetje goed spel lezen. En staan op de juiste plek, maar ook de effort. Dus de inkomen natuurlijk lang zitten en dan nog steeds die energie vinden. Is dat moeilijk? Ja en nee. Ik denk wel dat natuurlijk is het fijner als je helemaal in de wedstrijd zit. Maar ja, de rest heeft natuurlijk wel gespeeld. Al heel lang. En jij bent nog een soort fresh. Dus dat is dan weer wel een voordeel. Ja, maar soms dan zit ik wedstrijden te kijken en denk nou, we hebben energie nodig. En dan zie ik Lucas Kruithof 1 minuut 20. En dan denk ik, 1 minuut 20? Dat is te veel te weinig. We hebben toch gewoon agressie nodig en hustle nodig. Nou ja, ja, dat zijn coachbeslissingen. Ja, maar je wil wel meer, toch? Ja, natuurlijk wil je liever spelen, maar ik sta altijd achter de coachbeslissing. Ja, hoe is het met je aanvallende spel? Want dat, Ja, ik probeer er elke dag aan te werken en steeds beter. Ja, want, aan alle kanten. We wachten wel weer op de volgende 3 punten. Dat is al een tijdje geleden dat er een keer ging. Klopt. Dus hey, het tweede seizoen bij de hoofdmacht, zullen we maar zeggen. En het tweede seizoen dat je naar de finale van de Nederlandse play-offs gaat. Ja. Wat verwacht je daarvan? Hoe ga je daarop voorbereiden? Ja, het is best wel snel volgens mij, volgende week al. Dus, zondag. Ja, dus ja, week voorbereiden, andere mindset. Ik denk, we moeten echt wel beter spelen dan dit. Want ja, anders gaat het moeilijk worden. Maar ik denk... Alle koppen dezelfde kant op en het komt wel goed, denk ik. Ja, wie verdient je voorkeur? Den Bosch of Donar? Bring it on, maakt niet uit. dat is de spirit. Nou ja, goed, ik verwacht een fysieke finale sowieso. Zowel tegen Den Bosch en zeker tegen Donar, want ik vind Donar een hele fysieke ploeg hebben. En ik denk dat je daar ook gewoon weer in actie zult komen. Ik hoop het. Dus ik zou zeggen, bereid je goed voor, zorg dat je fit bent, ja. Dat er geen pijntjes zijn en dat je gewoon klaar bent zondag om hier te gaan shinen in de eerste wedstrijd, in vooral in defensief opzicht dan. Ja, dank je. Doug, welkom. Congratulations with reaching the finals of the national playoffs, which starts on Sunday. But it was a hard-fought victory again. Yeah, to be honest, I didn't expect anything else. I think this is a well-coached team that we played against, a team that comes to play every weekend, every game, and you know, they just keep coming at you. And they came out today with really nothing to lose. They had, you could see, definitely more energy over 45 minutes than we showed. That was kind of frustrating for me. But you also saw a little bit the experience and the composure down the stretch that we were able to find a way. Maybe a little bit of luck with that tip in from Stan, but that's part of basketball. And I think through all the certain odds against us throughout the course of the game, I thought we found a way to win, and therefore I'm very, very grateful and very happy. Yeah, take us through the game. You start with 4-0 and then it changes. What can you do as coach to get your team playing as hard as they can? Well, I mean, it's a question of everybody willing to give that little bit extra. You know, we had a situation that we haven't had the whole season. All of a sudden, Tommy was laying in bed after the game on Friday with high fever for 2 days. Didn't even know if he would play today. He sucked it up. Luke also had a fever on Friday. Basically didn't practice yesterday. So other guys had to step up. And normally that's been a strength of us, that the guys coming from the bench really give a positive contribution. And I think it took a while with the different rotation a little bit to find ourselves. But that's no excuse. We have to do a better job. We got to be engaged in the game from the first minute, and I think guys just kind of thought, after you've beaten a team 6 times throughout the course of the season and a couple, 2 or 3 times like this, okay, it's going to happen. But that's a very, very slippery slope, and something we don't want to continue doing. Yeah, Sunday is the finals, starts the finals against Den Bosch or Donar. That's not for sure now. Do you have a preference?
No, I think we just got to say we're happy to be in the final right now. If you would have thought back to when did I come here, 20th of August or something, 23rd of August was first training with only four or five guys, and to think of the distance we've come and what we've achieved this year, I'm very, very happy, very thankful for my staff, for the players. But we have something else planned, hopefully, so we're going to keep going and keep grinding. And if we play Den Bosch, so be it. If we play Groningen, so be it. I think with our fans having the home court advantage, we got to use that and got to be ready. Yeah, it's going to be a physical final, I think. Yeah, both teams. I think both teams are very physical. Groningen's become a much deeper team now. They're definitely not the same team that we played in January. Mm-hmm. And Den Bosch is also a very deep team, very big team. So, I think we just have to go into the game and, not just take the punches, but give the punches and hopefully see if we can compete with those two guys. Yeah, well, we see you on Sunday again. Good luck with the practices already this week. And be prepared for the final that everybody is going to play on the same page and hard. Oh, if you're a basketball player, professional or non-professional, you get this chance maybe sometimes once in your career. And we talked about that with the team. We talked about it as we were in the cup final. And we're going to talk about it again this time. If you're not ready to play, then there's something wrong with you.